Het moet een drumstok voorstellen. Oh. Maar dat is gewoon een piemel natuurlijk. Ja. Ja. Hallo. Ga lekker zitten. Kom lekker zitten. Dank je. Hoe heet je en wat doe je? Ik ben Daan. Ik ben een rechtenstudent en daarnaast muzikant. Leuk. Ik ben 24 jaar. En je hebt een tatoeage laten zetten. Ja. Waar je niet zo blij mee bent. Klopt. Wanneer was dat? Dat is 4 jaar geleden, op 1 april. Geen grap. Het was geen grapje. Het was ook niet als grap bedoeld. En ik was er toen de tijd ook heel blij mee. Oké. Maar zodra ik met de tattoo bij mijn schoonfamilie kwam, kreeg ik hier en daar wat opmerkingen te horen dat het niet helemaal leek op waarop ik had gehoopt. Dat hebben we allemaal. Hé, en waar staat die tatoeage? Hij staat net onder de rand van mijn t-shirt op mijn bovenarm. Oeh, dat is ook wel onhandig, hè? Ja. Was het je eerste tatoeage eigenlijk? Ja. Is het ook je enige tatoeage? Nee, ik heb er toen op diezelfde dag 2 laten zetten. In dezelfde shop? Ja, in dezelfde shop, dezelfde artiest. De ander ben ik op zich niet ontevreden mee. Dus alleen was hij heel diep gezet en is mijn tattoo ontzettend gaan ontsteken. Oh, nee. Dus dat was niet heel fijn. Maar de ander was niet helemaal gelukt. Is het allemaal op je arm? Nee. Is hij echt slecht gezet ook? Ja. Echt slechte kwaliteit. Dus niet iets waar je spijt van hebt in die zin dat de betekenis stom is, maar gewoon heel slecht gezet. Die andere wel. Deze is gewoon een slecht design. Oké. Okay. Degene waarvoor ik kom. Oké. Okay. Je bent muzikant, zeg je? Ja. Nee, je hebt een death metal die staan. Ja. Ja, dat vind ik wel goed t-shirt. Maar is het ook met death metal wat je... Nee, ik speel zelf in een hard rock slash metal bandje. Dus iets minder heavy. Maar wel in de alternatieve scene. Tof. Moeten ook die tatoeage in die hoek gaan denken? Of, Ja, het heeft inderdaad te maken met dat ik muzikant ben. En al, hoe oud ben ik? 24, 17 jaar drum. En... daar is ook de inspiratie voor mijn tattoo vandaan. Nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja. Oké. Het moet een drumstok voorstellen. Oh ja. Oh. Maar dat is gewoon een piemel natuurlijk. Ja. Maar het is wel een raar piemeltje. Asperge, inderdaad. Asperge, ja. Ja, dit is grappig. Dit is grappig, hè? Ja. Ja, dit is wel een... Ja, het idee is natuurlijk superleuk, maar de uitvoering, ja. In mijn onwetendheid leek het een heel leuk idee. Ja. Alleen achteraf gezien... Het is wel echt heel komisch. Hij kijkt niet zo. Het is wel echt heel grappig, ja. Ik had deze niet zien aankomen. Nou. Nee, ik ook niet. Maar oké, stel je voor dat hij bij jullie in de shop was gekomen en met dit idee gekomen. Hadden jullie gezegd, nou... Misschien lijkt het te veel op een piemel, of... Ja, misschien is een drumstok recht. Dat zou schrijven. Flexibele drumstok. Ja, misschien als je bezig bent, denk je... Misschien toch niet. Op het moment dat je klaar bent, denk ik... Als ik een foto ervan zou maken, zou ik denken... Ja. Voor mij was het in het begin wel echt een drumstok... totdat mensen het begonnen te vergelijken met asperges en dergelijke. Ja. Heb je enig idee wat je eroverheen zou willen? Niet per se. Ik sta vooral open voor suggestie. Omdat het wat dikke zwarte lijnen zijn, lijkt het me wat lastig. Ja. Ik ben wel fan van geometrische vormen en dieren. Super. En daarnaast vind ik ook black and grey realism heel gaaf. Want dat kan natuurlijk super makkelijk wegwerken in een zwarte band. Ja. Ik had er ook één en dan een dunnere. Ja, maar vind ik ook wel makkelijk. Ja, het is heel makkelijk. Het is ook wel eens lekker dat het gewoon makkelijk gaat. Ja, maar moet je wel iets meer bij maken dan? Een zwarte band is helemaal niet zo makkelijk. Daar ben ik ook achtergekomen. Maar ik weet niet of jullie ideeën hebben. Ik zou gewoon naar beneden werken met een soort mandala-patroon of iets dergelijks. Dat is ook en dan vet. Van bovenaf naar beneden toe gewoon heel donker shaden. En steeds lichter. Dat naar beneden toe die vorm meer eruit komt. En dan hoef je niet per se een hele zwarte band, maar dan shade je dat gewoon weg. Dus super simpel. Ja, en is er iemand waar je het liefst door getatoeëerd zou willen worden? Ja. Dus ik vond het wel een gaaf idee. Oh. Mijn ego. Oh, ja. Herstel. Applaus voor mezelf. Ja, nee, leuk. Ja. Ik heb ook best wel veel mensen in de shop die me gewoon... Nou, help is een groot woord, maar met wie ik ernaar zou kunnen kijken. Ja. Gewoon, zeg maar, voor ideeën. Dus dat zit wel goed. Super tof, man. Gaaf. Ja. Nou, dan ziet Hans je snel terug. Ja. Is goed? Gezellig. Top. Oké. Doei. Doei. Stay metal.
zijn denk ik echt van die dingen waar je mee bezig bent. Pas als je klaar bent, denk je, oh. Ja, leuk idee. Met het romstokje zo. Ja. Hans belt Daan om zijn plan voor de cover door te spreken. Vind je het spannend? Beetje. Ja, ik ook wel. Ik, voor mezelf heb ik wel even natuurlijk dat drumstokje erbij gepakt. Weet je, als je dan de bovenkant van die drumstok hebt, dat je dan het patroon er tegen plaatst, zeg maar. Maar het wordt gewoon van heel donker naar beneden toe lichtgeshade naar gewoon de patronen, dat dat daar goed uitkomt. Oké, okay, dat is wel heel gaaf. Ja, het is wel een beetje buiten mijn comfortzone dit, omdat ik normaal niet echt van de patronen en mandala en dat soort werk ben. Heb je er zin in? Zeker. Zie ik je in de shop? Yes. Daan is onderweg naar Hans. Hij kan niet wachten om van die mislukte drumstok op zijn arm verlost te worden. Ja, vandaag gaat eindelijk dat beschamende ding ervan af. Ik heb nu 4 jaar rondgelopen met een asperge op mijn arm en nu is het tijd voor wat leukers. Hey man. Hey man. Is goed? Ja, want jou? Ja, goed, goed. Ik ben net het design aan het knippen, man. Ja, gaaf, man. Ja. Dit is precies wat ik in gedachten had, zo. Ik vond het niet lastig om aan te beginnen, moet ik zeggen. Puur omdat het idee wat ik voor ogen had, is ook gewoon precies hoe het uitgewerkt is. En deze stijl komt op zich best wel overeen met oldschool qua dikke lijnen die allemaal gewoon perfect moeten zijn. Dus 4 jaar geleden, hè? Ja. Yeah. Dat was de eerste en laatste keer. Sorry dan voor deze pijn. En was ik trouwens de enige die een asperge erin zag, of hoor je vaak iets anders? Ja, toen ik naar mijn schoonfamilie ging, een paar dagen nadat ik hem had laten zetten. Ja. Voor een verjaardag of zo zeiden ze dat inderdaad op een asperge leek. En naarmate er wat meer alcohol vloeide, ook op de penis, ja. Lichaamsdelen. Dat is kut, want als je het eenmaal dan ziet, dan zie je het ook nooit meer. Precies. Drum in een metal bandje. Hoe heet je band? Een band heet Tin Man Syndrome. Oké. Okay. Mag ik een heel hard applaus voor Tin Man Syndrome? En je werkt in een speelgoedwinkel, toch? Ja, precies. De voorkant van de asperge drumstok van Daan is inmiddels achter een nieuwe tattoo verdwenen. Nu volgt een nog pijnlijker deel van de cover. Let's go. En dit kutplek. Zo. Dit is zachtjes uitgedrukt. Ja. Vind je het kutter dan voor? Ja. Ja, we zitten nu ook echt gewoon recht boven de ellebogen natuurlijk. Sorry man. Ja, geeft niks. Ik vind het weer duidelijk. Ik vraag me heel veel, man. Gaan we kijken, man. Wauw. Sick. Ja, nice, hè? Echt. Al zag ik het snel. Ja, het was wel pittig, maar even doorbijten. En het is een mooi resultaat geworden, dus het is helemaal waard. En hij hield het goed vol, terwijl het echt wel een pijnlijke plek is. Hier, hier, hier. Het is gewoon een verzameling pijnlijke plekken. Ik denk dat ik alleen maar positieve reacties ga krijgen. Die asperge is helemaal niet meer te zien, gelukkig. Dus ik ben er heel blij mee. Echt gaaf, man. Ja? Thanks. Ik ben er ook blij mee. Echt ziek. Ja, nice. Hi, hi. Hoi, hoi. Vond jij dit nou net zo leuk als wij? Dan kan je hieronder wat liefst achterlaten in de comments. En ook hier ergens zo op het scherm is er een knop om je te abonneren. Of om natuurlijk gewoon een filmpje te kijken. En het allerbelangrijkste natuurlijk, 7:30 op Spike. Eerste hulp bij Tattoo Disasters. Allemaal lekker kijken. Kijken met je kop. Of was het niet aardig?